Een zwarte bladzijde in Arnhems verleden. Van de 2000 Joodse inwoners die onze stad bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940 telden, kwamen er ruim 1300 niet terug. Onder hen Karel Cohen, geboren op 18 mei 1935 in Arnhem. Mei 1940, de maand waarin Karel 5 jaar oud wordt, woont het gezin Cohen aan de Wielakkerstraat 36 in Arnhem. Niemand van het gezin Cohen, bestaande uit vader, moeder en 7 kinderen, overleefde de Tweede Wereldoorlog. Kareltje Cohen overleed op 21 januari 1943 in Auschwitz. Hij bereikte de leeftijd van 7 jaar.